Goedenavond, dames en heren. Mijn naam is Stephanie Wit en ik heet u van harte welkom bij het pensioenwebinar van Deltaloid. Dit webinar presenteer ik samen met mijn collega Gerard den Dekker. Tijdens ons pensioenwebinar gaan wij eens wat verder kijken naar de uniform pensioenoverzicht, afgekort ook wel UPO genoemd. Voordat we beginnen met het webinar, eerst nog eventjes wat praktische informatie. U hebt de mogelijkheid om tijdens het webinar vragen aan ons te stellen. Dit kunt u doen onderin beeld. Stel ze gerust tussendoor, we zullen ze dan ook tussendoor behandelen. Alle vragen die zijn gesteld kunt u na afloop ook weer terugzien op onze website. www.deltaloid.nl/upo. Nou, daarnaast is het natuurlijk altijd goed om te weten wie u nou eigenlijk voor u hebt staan. Zoals ik al eerder aangaf, mijn naam is Stephanie Wit. Ik werk intussen alweer bijna 3 jaar bij Deltaloid als projectcoördinator bij de Client Service Desk. Ik werk dus ook al bijna 3 jaar voor de afdeling pensioenen en voor de afdeling levensverzekeringen. Nou, daarnaast, ik woon in Rotterdam, ben 31 jaar, nog geen kinderen. Net kerstvers terug van vakantie uit Suriname, dus voorlopig heb ik nog geen vakantieplannen. En in mijn vrije tijd lees ik graag en ben ik ook nog eens een keertje erg actief binnen mijn eigen kerk. Nou, zoals ik daarnet al aangaf, dit webinar presenteer ik niet in mijn eentje. Dus ik geef het woord daarom graag terug aan mijn collega Gerard. Dankjewel Stephanie. Ook een hartelijk welkom namens mij bij dit pensioenwebinar. Mijn naam is Gerard den Dekker. Ik werk binnen Deltaloid als senior relatiebeheerder. En in die hoedanigheid heb ik een portefeuille met pensioenklanten. En eigenlijk regel ik de pensioenregeling vanaf A tot Z, dat alles gesmeerd verloopt. Ik werk al 15 jaar in de pensioenen, waarvan de laatste 5 jaar bij Deltaloid. Ik woon in Berkel-en-Roderijs. Ik heb 2 kinderen, een jongen van 10 en een meisje van 8. En in mijn vrije tijd doe ik vrijwilligerswerk voor de Deltaloid Foundation. En dan moet u denken aan dat ik mensen help bij het inrichten van hun administratie. Of dat ik gastlessen geef op mijn basisschool. Heel leuk om te doen en dat maakt het werken heel wat afwisselender. U bent bij Deltaloid. Ik wil u iets meer vertellen daarover. Deltaloid is natuurlijk niet alleen actief in pensioen, maar ook in hele andere markten als schadeverzekeringen. U kunt uw zorgverzekering met Deltaloid afsluiten. U kunt uw bankzaken regelen bij Deltaloid. Dus eigenlijk het hele pakket aan verzekeringen kunt u bij ons kwijt. En dat komt dat we de afgelopen 200 jaar gebouwd hebben aan vertrouwen en zekerheid. En dat betekent dat u met een kundig partner te maken heeft. Zoals u in 2 sheets terug zag, zag u een zeilboot. En dat laat direct zien dat wij sponsor zijn van de zeilsport in Nederland. Dat noemen we de laatste 10 jaar al. Dan wil ik u graag meenemen wat we gaan behandelen vandaag. Allereerst gaan we zo kijken hoe u nou eigenlijk pensioen opbouwt. Daar krijgt u een uitleg over. Als we dat hebben gedaan, dan ga ik u meenemen in het... Excuses. Dan ga ik u meenemen in het uniform pensioenoverzicht. Dan gaan we wat verdiepingsslag maken en dan gaan we kijken... Ja, wat staat er nou eigenlijk op het uniform pensioenoverzicht en wat kan ik daar nou eigenlijk mee? Wat voor informatie haal ik daar nou uit? Een specifiek onderwerp wat we gaan behandelen is wat er gebeurt als u van baan verandert. Wat heeft dat voor consequenties voor een pensioen? En wat zijn de mogelijkheden die u heeft om te doen? Daarna gaan we kijken naar de laatste ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden binnen pensioenland. En we gaan ook een stukje vooruitblikken van ja, wat er per 1-1-2015 allemaal gaat veranderen. Want het blijft in beweging. En daarna ga ik u laten zien hoe u inzicht kunt krijgen in uw eigen pensioen. Daar hebben we een mooie tool voor en daar komt later wat meer over. Dan heeft u aan het eind nog gelegenheid tot stellen van vragen. Maar heeft u tussendoor vragen, stelt u ze gerust. U kunt onderin beeld kunt u vragen stellen. En ja, wij zullen proberen die zo goed mogelijk te beantwoorden. En als dat niet direct kan, dan zult u op een later moment antwoord van ons krijgen. Dan ga ik nu naar mijn collega Stephanie die u verder gaat meenemen het volgende onderwerp. Ja, dankjewel Gerard. Nou, voordat we gaan beginnen met ons webinar is het goed om eventjes warm te lopen. En dat willen we graag met u doen met de volgende stelling. U kunt ook antwoord geven op deze stelling. En onze stelling luidt, vrouwen krijgen meer pensioen dan mannen. Is dat juist of is dat onjuist? Dus nogmaals onze stelling, vrouwen krijgen meer pensioen dan mannen. Is dat juist of is dat onjuist? We gaan straks eens kijken wat het antwoord hierop is. Zoals mijn collega net al aangaf, ga ik eerst eventjes met u naar hoe ons pensioenstelsel eruit ziet. En als u het pensioenstelsel nou vergelijkt met een huis, dan kunt u de begane grond eigenlijk beschouwen als de AOW-voorziening. En de AOW-voorziening, dat is wat u krijgt vanuit de overheid. Gaat u dan naar de eerste verdieping, dan is dat het pensioen wat u opbouwt via de werkgever.
En kijken we dan uiteindelijk naar de zolder, dan is de zolder het potje wat u zelf opbouwt. En hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan een lijfrenteverzekering of een lijfrentespaarrekening. Dit zijn voorzieningen die speciaal zijn voor wanneer u met pensioen gaat. Nou, wij gaan het hebben over uw uniform pensioenoverzicht. Dus dat betekent dat wij gaan kijken naar de eerste etage. En dat is het pensioen dat u opbouwt via uw werkgever. Waaruit bestaat nou eigenlijk het pensioen dat u opbouwt via uw werkgever? Nou, dat is allereerst natuurlijk het pensioen wat u opbouwt bij uw huidige werkgever. Maar daarbij kunt u ook rekenen het pensioen dat u vroeger heeft opgebouwd bij vorige werkgevers. En natuurlijk, het zijn vrij woelige tijden, dus het is niet ondankbaar dat u in de toekomst een andere baan krijgt. En dan gelden natuurlijk ook de pensioenen die u opbouwt bij toekomstige werkgevers. Hebt u nou een eigen bedrijf of bent u bijvoorbeeld directeur, dan kan het ook nog eens een keertje zijn dat u pensioen in eigen beheer opbouwt. Let wel, niet omdat u bij een werkgever werkt, bouwt u ook automatisch pensioen op. Een werkgever is namelijk niet verplicht om een pensioenregeling aan te bieden. En wist u dat het pas sinds 1980 zo is dat er voor vrouwen een pensioenregeling moet zijn bij de werkgever, als dit ook voor mannen het geval is? Nou, dan gaan we natuurlijk naar het antwoord op de stelling wat wij zojuist hebben gesteld. En het antwoord daarop moet zijn onjuist. Dus vrouwen verdienen helaas niet meer pensioen dan mannen. Nou, even weer terug naar de pensioensoorten via de werkgever. Het gaat dan om pensioen wat u krijgt op het moment dat u daadwerkelijk de pensioengerechtigde leeftijd hebt ontvangen. Dat is dan uw ouderdomspensioen. Maar helaas kan het natuurlijk ook voorkomen dat u voor uw pensioenleeftijd komt te overlijden. In dat geval is er sprake van een partnerpensioen, een wezenpensioen en eventueel een AOW-hiaatpensioen. Ook kan het voorkomen dat u onverhoopt arbeidsongeschikt raakt voordat u met pensioen gaat. En in dat geval kan er sprake zijn van een arbeidsongeschiktheidspensioen. Gerard. Dank je. We gaan het nu even hebben over toeslag. En toeslag wil niks anders zeggen van, is het pensioen wat ik nu heb, is dat hetzelfde waard straks als ik met pensioen ga? En dan heb je in Nederland pensioenregelingen die een toeslagregeling hebben. Dan krijg je eigenlijk al een stukje verhoging van je pensioen voordat je met pensioen gaat. En dat kan ook na de pensioendatum zijn, dat ziet u zo. Dan krijg je zeg maar een stijgend pensioen. Dat kan uw werkgever toezeggen, afspreken met de pensioenuitvoerder. De hoogte van de toeslag die kan verschillen per jaar. Die kan verschillen per werkgever. En dat hangt helemaal af van hoe de werkgever dat afgesproken heeft met uw pensioenuitvoerder. En dat is afhankelijk van de rente die gemaakt wordt, de rendementen. En als de rendementen te laag zijn, ja, dan is er ook geen toeslag. Maar als de rendementen goed zijn, dan zult u merken dat uw pensioen geïndexeerd wordt. Want dat noemt men het ook wel eens, indexatie. En zoals ik u zei, het is voor en of na de pensioendatum. Dan gaan we kijken naar het uniform pensioenoverzicht. U ziet hier een voorbeeld van een uniform pensioenoverzicht. En zolang u in dienst bent bij uw werkgever, ontvangt u dat ieder jaar. Bent u niet meer in dienst bij die werkgever, dan zult u het 1 keer in de 5 jaar ontvangen. Het kan ook zijn dat u meerdere UPO's per jaar krijgt. Dat kan omdat u bijvoorbeeld bij meerdere werkgevers hebt gewerkt, die bijvoorbeeld ook weer bij verschillende pensioenuitvoerders hebben gezeten. Of misschien heeft u wel meerdere UPO's bij Deltaloid, omdat u ook werkgevers heeft gehad die bij Deltaloid zaten en dat u daarom verschillende uniform pensioenoverzichten krijgt. Wat het in ieder geval geeft, is inzicht in uw pensioen wat u opbouwt via de werkgever. Feiten uit het verleden worden daarop getoond, zoals bijvoorbeeld uw geboortedatum, uw datum waarop u in dienst bent getreden bij die werkgever en mocht u er niet meer werken, dan staat daar ook de uitdiensttredingsdatum. Wat u verder tegenkomt, dat zijn de verwachtingen voor de toekomst. Wat kunt u nou verwachten voor het geld wat er nu staat? En met welk pensioen kunt u straks dan gaan leven? Wat in ieder geval heel belangrijk is, is dat dit document een uitgangspunt is voor uw financiële planning. Dus als u uw financiële planning gaat regelen, neemt u dit dan ook mee naar uw financieel adviseur. Dan gaan we naar een stelling toe. En de stelling is, pensioen is 70% van je laatst verdiende salaris. Is dat juist of is dat onjuist? Nogmaals, de stelling is, pensioen is 70% van je laatst verdiende salaris. Juist of onjuist? U kunt uw antwoord geven op het scherm. Dan gaan we naar de informatie die op het uniform pensioenoverzicht staat. Allereerst geeft het pensioenoverzicht u informatie over uw pensioen zelf.
Wat kunt u krijgen op het moment dat u zelf stopt met werken op uw pensioenleeftijd? En daar gaan we uit van de situatie dat u in dienst blijft tot de pensioendatum bij uw werkgever. Of we gaan uit van de situatie waarin u bijvoorbeeld per 1 januari 2014 zou stoppen bij de werkgever. Wat voor een effect heeft dat? Er wordt informatie gegeven voor het pensioen voor uw partner. Dat als u komt te overlijden, waarmee uw partner dan, wat voor pensioen uw partner dan krijgt. Maar niet alleen uw partner, ook kan er pensioenverzekerd zijn voor uw kinderen. Want als u komt te overlijden, krijgen zij een wezenpensioen. En wat ook kan gebeuren, dat is dat u arbeidsongeschikt raakt. Ook dan is het mogelijk dat er een pensioen voor u verzekerd is. Dat hoeft niet, dat hangt af van de afspraak die uw werkgever heeft gemaakt. Dan het antwoord op de stelling. Dat is onjuist. En ik ben even benieuwd, Stephanie, hoeveel procent van de mensen nu dat antwoord heeft gegeven? Dat is een hele goede vraag, Gerard. Ik heb het idee dat we een lichte storing hebben, want ik zie dat helaas niet terugkomen. Wel fijn natuurlijk dat u met ons meestemt. Dus ik hoop dat we dat nog in orde komen maken. Dus daar komen we nog op terug op een later moment. Hartstikke goed. Ja. In ieder geval weet u nu alvast dat het antwoord onjuist is. Ja. Want vroeger hadden we een systeem waarbij we pensioen af lieten hangen van het laatst verdiende salaris. En dan kwam het uit op 70%. Maar tegenwoordig is de overheid vooral aan het bezuinigen. En gaan we naar pensioensystemen toe waarbij het niet meer zo normaal is dat je 70% van je laatst verdiende salaris verdient. Krijgt als pensioen. Dus vandaar dat u niet automatisch moet rekenen daarop. Vaak zal het minder zijn. Dan gaan we naar het pensioen voor uzelf. Op de eerste pagina ziet u een pensioen of een beleggingswaarde als u tot uw pensioen blijft werken bij uw huidige werkgever. En u ziet de waarde als u stopt bij uw huidige werkgever per 1-1-2014. De beleggingswaarde dat heeft een toelichting nodig. Want u ziet dan een kopje, wat is de beleggingswaarde van uw pensioen? Als u een beschikbare premieregeling heeft, dat betekent dat uw werkgever niet een hoogte van het pensioen heeft toegezegd, maar u een zak geld heeft gegeven, zeg maar, om uw pensioen op te bouwen, dan beleggen we dat. En u ziet hier de beleggingswaarde van die pot met geld. En op basis van een voorbeeldrendement van 4% ziet u dan wat dat op zou kunnen leveren als u gestopt zou zijn op 1-1-2014 of als u door zou werken tot uw einddatum, dus uw pensioendatum. Dan had ik al gezegd, u kunt ook zien welk pensioen u kunt verwachten. De bedragen die u op de vorige sheet heeft gezien, die worden hier ook gebruikt voor de hoogte van de pensioenuitkering. Dus als alles loopt zoals we hier hebben verwacht, dan zou de hoogte van uw pensioen hier rond de 19.000 zijn. Dan hebben we een pensioen bij overlijden. En dat is voor uw partner of uw kinderen. En dit is even een klein overzicht, maar op de volgende sheet zult u zien dat het iets uitgelicht is. Dan heeft u twee situaties. Of u komt te overlijden voor de pensioendatum. Dan is er een bepaalde hoogte van pensioen verzekerd als nabestaande pensioen. Maar uiteraard, er kan ook pensioen verzekerd zijn bij overlijden na uw pensioendatum. En hier ziet u de bedragen die u dan kunt verwachten. Dan Stephanie, geef ik graag weer het woord even aan jou. Dankjewel Gerard. Bij onze client service desk komen er jaarlijks heel veel vragen binnen op het moment dat wij de uniform pensioenoverzichten gaan versturen naar onze klanten. En een van de vragen die we toch wel het meest gesteld krijgen is: waarom staat mijn partner en of mijn kinderen niet op mijn UPO vermeld? In het filmpje wat we u nu gaan tonen, ziet u het antwoord op deze vraag. Hoi, met Sarah. Ik heb een nieuwe baan en ook een nieuwe pensioenregeling. Nou, vroeg ik me af of ik het pensioen dat ik bij mijn vorige werkgever heb opgebouwd kan overdragen naar mijn nieuwe pensioenregeling. Ja, dat kan. Maar dat moet u dan wel binnen 6 maanden na uw indienstreding aanvragen bij uw nieuwe werkgever. Het is wel belangrijk om uit te zoeken of het gunstiger is om uw pensioen over te dragen. En hoe doe ik dat dan? U kunt meer informatie over uw nieuwe pensioenregeling opvragen bij... Hoi, met Sarah. Ik heb een nieuwe baan en ook een nieuwe pensioenregeling. Nou, vroeg ik me af of ik het pensioen dat ik bij mijn vorige werkgever heb opgebouwd kan overdragen naar mijn nieuwe pensioenregeling. Ja, dat kan. Maar dat moet u dan wel binnen 6 maanden na uw indienstreding aanvragen bij uw nieuwe werkgever. Het is wel belangrijk om uit te zoeken of het gunstiger is om uw pensioen over te dragen.
Nou, dus een zeer informatief filmpje. Ik hoop dat u er wat aan hebt gehad. Intussen is onze technische storing gelukkig opgelost en kan ik u laten weten wat de mensen hebben gestemd op onze stellingen. De eerste stelling die wij voor u hadden was: vrouwen krijgen meer pensioen dan mannen. 29% van u hebt aangegeven dat dat juist is. En 71% die had het bij het rechte eind, want die hebben aangegeven dat het onjuist is. En dan stelling 2, pensioen is 70% van je laatst verdiende salaris. Daarbij heeft 13% aangegeven dat dat juist is, terwijl 87% van de mensen al heel goed doorheeft dat dat niet het geval is. U bent goed bezig. Nou, we waren nog gebleven bij wat u allemaal op uw uniform pensioenoverzicht terug kunt vinden. Wat u daar onder andere ook op terugvindt, is het pensioen dat eventueel voor u verzekerd is op het moment dat u arbeidsongeschikt raakt. Let wel, dit hoeft niet altijd het geval te zijn. Dit zal onder andere afhangen, zoals mijn collega eerder ook al aangaf, van de afspraken die uw werkgever heeft gemaakt met de pensioenuitvoerder. Maar het zal ook afhangen van de hoogte van uw eigen inkomen. Nou, ook belangrijk natuurlijk, we leven in een rumoerige tijd en het komt best wel eens vaak voor dat mensen van baan veranderen. Wat voor gevolgen heeft dat dan nu voor uw pensioen? Nou, logisch, op het moment dat u niet meer werkt voor dezelfde werkgever, ontvangt u geen salaris meer en wordt er dus ook geen premie meer ingelegd op uw pensioenverzekering. De pensioenopbouw stopt dus bij die werkgever. Wel is het zo dat het pensioen dat u al hebt opgebouwd gewoon blijft bestaan. Het is dus niet zo dat u ineens uw potje met geld kwijtraakt. Wat er gebeurt op het moment dat u een vaste uitkering heeft, blijft het bedrag gewoon staan. En stel u nou voor dat u een beleggingspensioen heeft, waarin er beleggingen zitten, dan blijft het aantal beleggingen dat u hebt vaststaan. En de beleggingen die kunnen dan vervolgens in waarde toenemen. Hebt u nu een nieuwe baan gevonden en hebt u ook bij die nieuwe baan een nieuwe pensioenregeling, dan heeft u 6 maanden de tijd om het pensioen van die oude werkgever of oude werkgevers, als u nog oudere pensioenpotjes hebt, kunt u dan overzetten naar de nieuwe werkgever. Let wel, u hebt er echt maar 6 maanden de tijd voor. Na deze periode is het helaas wettelijk niet meer toegestaan. Nou, dan is het tijd voor onze volgende stelling. Ik hoop dat u weer met ons meedoet. En onze stelling luidt: voor de hoogte van mijn pensioen maakt het niet uit of ik op mijn 65ste of op mijn 67ste stop met werken. Is dit juist of is dit onjuist? Dus ik herhaal: voor de hoogte van mijn pensioen maakt het niet uit of ik op mijn 65ste of op mijn 67ste stop met werken. U kunt uw antwoord nu aan ons doorgeven. En ja, Gerard, ik kan me voorstellen dat dat natuurlijk best wel een hot item is op dit moment. Ja, absoluut. Hè? Want per 1 januari is de pensioenleeftijd natuurlijk gestegen naar 67 jaar. Ja. Dus ik kan me voorstellen dat heel veel mensen eigenlijk toch wel met die vraag zitten. Ja, kan ik me ook heel goed voorstellen dat u met die vraag zou zitten. Want ja, u bent op dit moment gewend om met 65 jaar met pensioen te gaan. En ja, dan heeft de wetgever bepaald dat we op 67 jaar met pensioen gaan. En dat heeft zijn consequenties voor uw pensioen. Ja. Ik denk dat mensen best met uw adviseur om tafel zouden moeten gaan om te kijken wat ze willen. Maar het is ook afhankelijk van wat u wil, hè? Wilt u eerder stoppen met werken? Vindt u het helemaal niet erg om tot uw 67ste te werken? Dat zijn allemaal factoren die meespelen. En ik denk dat dat heel goed is om dat eerst in kaart te brengen en dan met uw adviseur om tafel te gaan en te kijken van ja, wat gaat het me opleveren? Inderdaad. Dus het is best wel een spannende stelling. Dus nogmaals onze stelling: voor de hoogte van mijn pensioen maakt het niet uit of ik op mijn 65ste of op mijn 67ste stop met werken. Is dat juist of is dat onjuist? Nou, het is heel spannend. Ik zie dat het resultaat nog niet binnen is. Dus ik denk dat we daar straks dan maar weer even op terug gaan komen om te kijken hoe u heeft gestemd. Maar laten we eens kijken wat het antwoord nou eigenlijk moet zijn. En het antwoord is onjuist. Als u dus 65 bent en u stopt met werken, bouwt u minder pensioen op dan wanneer u 67 bent. Gerard? Ja, dat klopt. Want je bouwt 2 jaar langer bouw je pensioen op. Je betaalt 2 jaar langer premie. Mm-hmm. En dus de waarde die rendeert ook 2 jaar langer. Dus ja, op je 67 heb je dan ook meer pensioen te besteden dan op je 65ste. Yes. Een goed punt om dus ook mee te nemen wanneer u naar die adviseur stapt. Goed. Dan ga ik nog eventjes met u naar de laatste ontwikkelingen die er zo zijn geweest. Nou, het heeft natuurlijk volop in de media gestaan, dus het zal u vast ook wel opgevallen zijn. Maar een van de belangrijkste dingen is dat de AOW-leeftijd ieder jaar weer toeneemt. En op dit moment is de AOW-leeftijd 65 jaar en 2 maanden.
Nu is het zo dat in 2023 de AOW-leeftijd 67 jaar zal zijn. Daarna zal de AOW-leeftijd gekoppeld worden aan de algemene levensverwachting. Ook is het zo dat u nu veel minder pensioen mag gaan opbouwen. Waar het voorheen nog het geval was dat u ruim 2% kon opbouwen per jaar, is het nu zo dat het nu nog maar ruim 1,8% is. Dus dat betekent dat u nu veel minder gaat opbouwen dan voorheen het geval is. Deze percentages zijn niet alleen van toepassing wanneer u een vaste uitkering hebt, maar ook voor beleggingspensioenen, omdat de percentages die daarvoor worden gebruikt ook weer afgeleid zijn van de middenloonregeling. Nou ja, dan is het natuurlijk erg belangrijk om te weten, hoe krijgt u dan inzicht in uw pensioen? Wat kunt u daar nu allemaal aan doen? En daarvoor geef ik het woord graag aan mijn collega Geerdert. Dankjewel, Stephanie. Alsjeblieft. Inderdaad, hoe krijgt u inzicht in uw pensioen? Er zijn een aantal manieren voor. En de allereerste manier is via onze website. Op de Deltaloid website staan een heleboel informatie over pensioen. Onder andere leggen we uit wat de verschillende pensioensystemen zijn in Nederland. Welke pensioensoorten er bestaan. En u zult ongetwijfeld woorden te horen krijgen waarvan u denkt van wat is dat in vredesnaam? Daar hebben we een pensioen-ABC voor. Dan kunt u gewoon kijken in normaal Nederlands wat we daar nou eigenlijk mee bedoelen. We geven tips voor uw pensioenoverzicht. En we leggen bijvoorbeeld uit wat u kan doen bij als er bijvoorbeeld een overlijden plaatsvindt. Verder hebben we een hele lijst met de meest gestelde vragen. U kunt daar kijken of uw vraag die u heeft al eerder is gesteld en daarin voorkomt. En is dat niet het geval, ja, stelt u dan vooral gerust wel uw vraag, want dan gaan we die beantwoorden en nemen die ook op in die lijst. U heeft net al een filmpje in het webinar gezien. Zo staan er meerdere filmpjes op de website die verhelderend werken om uit te leggen wat pensioen u is en wat u ermee kunt. En dan hebben we ook nog het inkomenskompas. Nou, daar ga ik zo meteen nog even wat verder op in. Zoals gezegd, op het Uniform Pensioenoverzicht, website deltaloid.nl/UPO, daar kunt u de informatie over de UPO vinden, het Uniform Pensioenoverzicht. Maar er is ook een site vanuit de overheid, het www.mijnpensioenoverzicht.nl. Daar komt niet alleen het pensioen van Deltaloid op voor, maar er komt ook het pensioen voor wat u bij andere werkgevers heeft opgebouwd. Dus eigenlijk krijgt u daar een totaal overzicht van wat u eigenlijk in pensioen al hebt opgebouwd. Dan zei ik al, ik kom terug op het Deltaloid inkomenskompas, wat u kunt vinden onder de link deltaloid.nl/inkomenskompas. En het Deltaloid inkomenskompas is eigenlijk een tool waarmee u kunt inschatten hoe het gesteld is met uw pensioen. En als u een aantal velden doorloopt, waaronder andere uw salaris in moet voeren en waar u uw geboortedatum inzet, u moet aangeven wat u ongeveer nu verdient, wat u volgend bij pensioen wil verdienen. En dan gaan we daar een berekening van maken en dan komt er een resultatenscherm uit. Dat is dit scherm wat u dan te zien krijgt. En dat zijn een aantal scenario's die eruit kunnen komen. In dit geval is het pensioen dus goed geregeld, want het is groen, maar het kan ook rood zijn, dus het pensioen niet helemaal goed geregeld. Wat de uitkomst ook zal zijn van dat scherm, u kunt zelf nog spelen met een aantal scenario's om te kijken wat voor een effect het op uw pensioen heeft. Zo kunt u bijvoorbeeld aangeven als u langer wil werken, wat levert dat mij aan meer pensioen op? Maar ook, stel dat ik eerder wil stoppen met werken, wat krijg ik dan? U kunt ook zeg maar, het gewenste inkomen dat u wil hebben aanpassen. Stelt u aan het begin heeft ingevuld dat u 2000 euro per maand zou willen hebben, kunt u dat rustig zetten naar 3000 en dan ziet u wat het voor verschil dat maakt en wat u eigenlijk dan nog zou moeten doen om uw pensioen op de goede hoogte te krijgen. En stel dat dat het geval is, dan kunt u extra geld inleggen. En dat kan via de pensioenregeling zelf, als dat geregeld is en ook mogelijk is binnen de fiscale normen. Maar is dat niet zo, dan zou u, terugdenkend aan het huis van Stephanie, naar de zolder kunnen gaan en het in privé kunnen regelen. Verder kunt u ook dit meenemen. U kunt het uitprinten als een pdf. En als u dan naar uw adviseur gaat, dan kunt u die pdf overhandigen. En heeft hij al heel veel informatie over wat u eigenlijk wil. En dat brengt me ook bij hoe nu verder. Want stel dat u pensioenadvies wil hebben. Wij geven geen advies als Deltaloid. Wij zijn pensioenuitvoerder en zorgen dat de regeling uitgevoerd wordt zoals het moet. Maar wilt u weten wat u kunt doen met uw pensioen? Wilt u advies daarover? Dan zult u contact kunnen opnemen met een adviseur. En die adviseur kan u advies geven en kijken naar de planning voor de komende jaren. Waar ik wel benieuwd naar ben, ja, is inmiddels al bekend hoe de poll is uitgeslagen. Dat is intussen inderdaad al bekend. Nou, de stelling was, om u eventjes eraan te herinneren, voor de hoogte van mijn pensioen maakt het niet uit of ik op mijn 65ste
of op mijn 67ste stop met werken. Nou, en u hebt heel goed gestemd. Slechts 6% heeft aangegeven dat het juist is. Maar 94% heeft aangegeven dat dit onjuist is. Dus dat is een mooie score. Mooie score. Absoluut. Daarnaast hebben wij ook een aantal vragen binnengekregen van onze kijkers, waarvoor hartelijk dank. Een van onze kijkers, meneer Van Dalen, die vraagt aan ons, het gaat steeds over een potje met geld. En meneer Van Dalen die heeft een middenloonregeling. En hij vraagt zich af hoe het dan zit. Ja, dat is een hele goede vraag, meneer Van Dalen. Mm-hmm. Een potje met geld heeft u eigenlijk alleen maar als u een beschikbare premieregeling heeft. Dan heeft uw werkgever u een bepaald percentage van uw salaris toegezegd. En dat wordt belegd en daar komt een bepaald kapitaal uit. Als u een middenloonregeling heeft, dan praten we in vakjargon over het salaris-diensttijdregeling. En dat betekent eigenlijk dat we uitgaande van uw salaris en de tijd dat u bij uw werkgever werkt, dat we dan een gegarandeerde pensioenhoogte al berekenen. Dus wat u op uw uniform pensioenoverzicht zal zien, is een bedrag wat u ook gegarandeerd zult krijgen. Dat is niet meer afhankelijk van rendement tot de pensioendatum, maar u krijgt dat gewoon al gegarandeerd. Dus als ik het een beetje goed begrijp, Gerard, zo'n beschikbare premieregeling, dat is dus bijvoorbeeld als mensen een beleggingspensioen hebben. Ja, dat begrijp je goed. En dan heb je een potje met geld. Ja. Maar in het geval van meneer Van Dalen staat gewoon van tevoren al vast wat meneer Van Dalen gaat krijgen. Absoluut. Ja. Mooi. Nou, we hebben nog een vraag gekregen. En een vraag ook weer van meneer Van Dalen. Die zegt dat zijn pensioenregeling op dit moment nog steeds staat op 65 jaar. En hij vraagt zich af hoe dat dan zit met 67 jaar. Dat is een hele goede vraag. Wederom. Ik kan u zeggen dat er nog heel veel pensioenregelingen zijn in Nederland die nog steeds als pensioenleeftijd 65 jaar hebben. En vaak ziet u dat als u zeg maar binnen de fiscale normen nog een pensioenregeling heeft, dan kan de pensioenleeftijd ook 65 jaar blijven. Op het moment dat u zeg maar met de regelgeving boven, nou laat ik een voorbeeld geven. U mag bijvoorbeeld 2,15% opbouwen per jaar aan pensioen. Stel dat het, dat gaat nu omlaag, heeft Stephanie verteld, naar 1,875. Mm-hmm. Nou, op het moment dat u zeg maar dan nu uw pensioenregeling zou willen laten aanpassen, dan moet je wel binnen de norm van die 1,875 blijven. En dan is het dus zo dat op dat moment ook direct de pensioenleeftijd verruimd zal worden naar 67. Oké. Nou, we hebben een mooie toestroom van vragen. We hebben nog een vraag net binnengekregen van de heer of mevrouw Ramakers. En die vraagt aan ons, u had het over het verschil tussen pensioen, tussen met pensioen gaan met 65 of 67 jaar. Bedoelde u daar ook mee dat je nog steeds kunt kiezen om met 65 jaar met pensioen te gaan? Maar dat je dan bijvoorbeeld minder krijgt? Ja, dat heeft u goed gezien. Stel dat uw pensioenleeftijd in uw pensioenrekening nu al 67 is, dan kunt u natuurlijk altijd besluiten om eerder met pensioen te willen. En als dat in uw pensioenregeling ook zo geregeld is dat u eerder met pensioen kunt, dan kunt u dus aangeven bij de verzekeraar van ik wil graag met 65 jaar met pensioen. En ja, dat heeft uiteraard consequenties voor de hoogte van uw pensioen. Nee. Dat zal lager uitvallen. Ik geef het woord verder aan jou. Dan gaan we naar het einde van het webinar. En we zijn alvast begonnen zeg maar, met de vragen, want u kon vragen stellen aan het eind. Maar ik ben blij dat u ze tussendoor gesteld heeft. Ik kan me voorstellen dat er vragen zijn die niet aan bod zijn gekomen vandaag. Dan kunt u die natuurlijk ook nog stellen aan onze client service desk. Dat is via het e-mail wat u hier op het scherm ziet. csd@deltaloid.nl. En u kunt ze ook bellen. Stephanie, wanneer is de client service desk bereikbaar? Onze client service desk die is dagelijks, of op werkdagen in ieder geval, bereikbaar. Van 8:30 ochtends tot 17:30 avonds. En per e-mail, nou die mag je natuurlijk eenmaal 24 uur sturen. Maar die wordt wel beantwoord tussen 8:30 ochtends en 17:30 middags. Nou Gerard, ik moet zeggen dat we zeer actieve kijkers hebben waar we echt ontzettend blij mee zijn. Want ik zie dat er nog wat vragen zijn binnengekomen. Ook nog een vraag weer van meneer Van Dalen. Hij vraagt aan ons, waarom staat er bij overlijden na pensioendatum een indicatie van het partnerpensioen? Aangezien jij eerder hebt gezegd dat het pensioen wat daar staat eigenlijk een pensioen is wat u dan kan verwachten. Dus dat zou dan zeker moeten zijn. Maar meneer Van Dalen die geeft dus aan dat er een indicatie staat. Ja, ik kan niet hier vandaan beoordelen waar die indicatie dan betrekking op heeft. Maar
Ik kan me wel voorstellen dat er bijvoorbeeld een indexatie in uw pensioen zit, een toeslagregeling. En dat daardoor uw pensioen misschien wel hoger kan zijn straks. En dat men nu niet met zekerheid kan zeggen wat uw nabestaande pensioen zou worden na pensioendatum. Dat kan inderdaad. En dan hebben we nog een vraag binnengekregen van de heer of mevrouw Ippel. En die vraagt aan ons, wanneer wordt een pensioen geïndexeerd? En gebeurt het in de praktijk ook wel eens? Of is dat eigenlijk meer iets theoretisch? Nee, het is zeker niet theoretisch. Pensioen wordt wel degelijk in de praktijk geïndexeerd. Op dit moment, in de laatste jaren, is dat stukken minder. Omdat de economie niet mee zit. Maar als u een aantal jaren teruggaat, zeg maar de jaren 2008, 2009, waren rendementen erg hoog. En dan werd er echt geïndexeerd met soms 2-3%. Dus het is niet theoretisch, het komt in de praktijk echt voor. Ja. En we hebben nog een vraag binnengekregen van meneer De Maat. En die vraagt aan ons, hij is een grensarbeider met 40 dienstjaren in Nederland bij dezelfde werkgever. En nu vraagt meneer De Maat zich af of zijn grensarbeidersstatus gevolgen heeft voor zijn pensioen. Dat kan ik zo niet zeggen. Dat kan gevolgen hebben, maar dat is afhankelijk van of u uw inkomen in Nederland geniet of dat u uw inkomen in het buitenland geniet. Dat is afhankelijk van het verdrag wat er is tussen de twee landen. Dus ik zou u willen adviseren die vraag zeker naar csd@deltaloid.nl te sturen en onze client service desk dat te laten uitzoeken en daar een antwoord op te laten geven. Heel goed punt. En we hebben nog een vraag en die vraag die komt van meneer of mevrouw Van der Velde. En die geeft aan, ik heb eerder begrepen dat je zelf de bedragen kan bepalen vanaf je pensioenleeftijd. Bijvoorbeeld dat je de eerste paar jaar meer pensioen kan ontvangen dan bijvoorbeeld de jaren daarna. En meneer of mevrouw Van der Velde die vraagt zich af of deze regeling blijft bestaan. Als u in uw huidige pensioenregeling een regeling heeft waarbij u kan variëren in uitkering. En vaak zie je dat de eerste 5 jaar bijvoorbeeld een hoge uitkering hebben. Omdat dat de jaren zijn waarin u eigenlijk veel meer wil gaan doen. En dat u in de latere jaren wat minder nodig heeft. Als het in de pensioenregeling zit, dan kan dat. Maar ik heb geen glazen bol waarin ik kan kijken. Dus ik kan ook niet zeggen of die regeling ook zo blijft. Ja. Dat zal er eventjes een beetje van afhangen wanneer meneer of mevrouw Van der Velde met pensioen gaat. Ja, absoluut. Oké. We willen u in ieder geval bedanken voor het kijken naar dit webinar. En graag tot ziens en een hele fijne avond. Een hele fijne avond toegewenst.